Als je al bekend bent met onze Bootwizardtool, willen we je graag voorstellen aan drie nieuwe functies die we recentelijk hebben gelanceerd. Advertentiescoren, LeadSmart en LeadSmart Premium en het Feed Dashboard. In deze korte video zullen we enkele tips met je delen die je kunnen helpen je advertentie te optimaliseren en meer bezoekers om te zetten in potentiële kopers. Wanneer kopers op zoek zijn naar hun volgende boot, vinden ze het prettig om advertenties met veel informatie te vinden, zodat ze grondig onderzoek kunnen doen voordat ze naar de volgende fase van het aankoopproces gaan. Meer dan een kwart van de kopers vertelde ons dat hun grootste frustratie bij het zoeken naar een boot een gebrek aan informatie in de advertentie was. Om je te begeleiden bij het maken van de best mogelijke bootadvertentie, heeft Bootwizard het concept van een advertentiescore die automatisch de kwaliteit en van de huidige informatie in je listing beoordeelt. Er zijn enkele specifieke factoren waar je op moet letten om de best mogelijke score te behalen. Waaronder het hebben van een prijs, het aantal foto's en video's, een gedetailleerde beschrijving, etc. Maar laten we begrijpen waarom deze elementen zo belangrijk zijn voor potentiële kopers. De prijs. Bij alle grote aankopen, of het nu gaat om een huis, een auto of een boot, heeft een koper altijd een begroting in gedachten. Dus wanneer ze zoeken, zullen ze vaak filteren binnen een bepaalde prijsklasse. Daarom raden we aan om, tenzij beperkt door de fabrikant, altijd een prijs te vermelden bij je boot om ervoor te zorgen dat deze verschijnt in zoekopdrachten. De categorie. Na wat eerste onderzoek hebben de meeste kopers een goed idee van de klasse boot waarin ze geïnteresseerd zijn. Dus het nauwkeurig vermelden hiervan helpt kopers om te vinden wat ze nodig hebben. Bootwizard stelt je in staat om tot 2 extra klassen te selecteren, wat je kans vergroot om in zoekopdrachten van de kopers te verschijnen. In het vak extra klassen selecteer eerst de eerste klasse en hou vervolgens de Ctrl of de commandtoets op Mac ingedrukt om het tweede te selecteren. Een HIN-nummer. Wanneer een koper onze website doorzoekt, willen ze vertrouwen hebben in de kwaliteit van de vermeldingen die ze bekijken. Het opnemen van een HIN-nummer verhoogt het vertrouwen van een koper dat dit een echt geregistreerde boot is. De beschrijving. Het opnemen van een gedetailleerde beschrijving van je boot van minimaal 1000 tekens is een geweldige manier voor een potentiële koper om meer te weten te komen over de boot die je aanbiedt en hen aan te moedigen om contact op te nemen. We raden je aan om altijd te beginnen met de beschrijving van het merk en het model van de boot en deze vetgedrukt te maken met behulp van de werkbalk. Vergeet niet om trending zoekwoorden te gebruiken en indien nodig vertalingen. Je accountmanager kan meer details vertellen over enkele geweldige tools op de markt die je kunnen helpen bij het maken en vertalen van kwaliteitsbeschrijvingen. Foto's. Het opnemen van hoogwaardige foto's in je advertentie kan ervoor zorgen dat je advertentie opvalt bij ons publiek van potentiële bootkopers en hen geruststelt over de staat van de boot en de professionaliteit van de verkoper. Gebruik foto's die groter zijn dan 1000 pixels en bij voorkeur liggend, zodat ze goed worden weergegeven op alle apparaten. Indien mogelijk moet je primaire foto van de boot op het water zijn, met een heldere achtergrond en de overige foto's moeten zowel het exterieur als interieur van de boot laten zien. Er is geen limiet voor het aantal foto's dat je kunt uploaden, maar we raden aan om er minimaal 10 op te nemen. We raden je aan om een titel en een beschrijving toe te voegen aan je belangrijkste foto's, omdat dit zoekmachines zoals Google helpt om je advertentie te vinden wanneer potentiële kopers zoeken. Video's. Kopers zijn dol op videomateriaal en boten met video's hebben doorgaans een hogere betrokkenheid van ons publiek. Bootwizard stelt je in staat om video's aan je advertentie toe te voegen. Neem contact op met je accountmanager als je deze optie niet hebt. Motoren. Indien van toepassing kan het toevoegen van details over de motoren
specifiek de bedrijfsuren van de motor, een koper helpen om enkele belangrijke kenmerken van de boot te begrijpen. Voor een betere zichtbaarheid raden wij al onze gebruikers aan om zoveel mogelijk details op te nemen. Indien nodig kun je ook nog aparte beschrijvingen maken voor eventueel aanvullende verduidelijking. LeadSmart en LeadSmart Premium. Naast onze portals waarmee je een aantal hoogwaardige leads kunt genereren voor je advertenties, hebben we ook tools die je helpen bij het prioriteren en kwalificeren van deze leads. Je kunt je leads op twee manieren bekijken. Door te klikken op de knop Mijn leads bekijken of via de tab Rapportage en vervolgens Leads. In ons lead dashboard vind je informatie over alle leads die in de afgelopen 90 dagen zijn ingediend, waaronder voor- en achternaam van de lead, merk en model van de boot waarvoor de lead is ingediend, contactgegevens van de lead, opmerkingen en vragen van de potentiële koper, de website waarop de lead is ingediend en de datum. Op al onze websites bieden we een service genaamd LeadSmart. Wanneer je een e-mail lead ontvangt van een van onze websites, zie je onderaan de e-mail informatie over andere leads die dezelfde koper al heeft ingediend voor andere boten. Als je een Yacht World lidmaatschap hebt of een E-lead niveau lidmaatschap op een van onze andere portals, heb je toegang tot onze service LeadSmart Premium. Binnen het lead dashboard, als er LeadSmart Premium informatie beschikbaar is, zie je een groen vinkje in de LeadSmart kolom. Door te klikken op de hyperlink in de naam van de lead, krijg je LeadSmart informatie te zien. In deze informatie zie je een lijst van alle leads die de koper op elk moment van onze sites heeft ingediend, inclusief alles wat ze hebben ingediend binnen 90 dagen nadat ze contact met jou hebben opgenomen. Deze informatie wordt continu bijgewerkt. LeadSmart Premium kan zeer effectief zijn om je informatie te geven over de behoeften van je kopers voor je eerste gesprek met hun, waardoor je prioriteiten kunt stellen en je conversiepotentieel kunt optimaliseren. Alle informatie voldoet aan de GDPR-richtlijnen. Laten we een voorbeeld bekijken. Hier kun je zien dat deze potentiële koper een lead heeft geplaatst voor een Princess 88 van 2017. De locatie van de boot is op Mallorca. Hij heeft deze lead ingediend via onze website Boats & Outboards op 16 februari 2023. Op basis hiervan kunnen we het volgende bepalen. Of de koper zijn keuze heeft beperkt of nog steeds naar een reeks van modellen kijkt. Of ze op zoek zijn naar een specifiek bouwjaar van de boot. Of dat ze bereid zijn te kijken binnen een bepaald jaarbereik. Of de koper een specifiek of breed geografisch zoekgebied heeft. Wat voor soort budget de koper in gedachten heeft. Een korte opmerking ter afsluiting. We raden aan om niet het gesprek met de potentiële klant te beginnen door LeadSmart gegevens te delen. Dit kan mensen ongemakkelijk doen voelen. Onthoud dat de LeadSmart informatie bedoeld is om je te helpen relevantere gesprekken te voeren met potentiële klanten. Niet om hen het gevoel te geven dat Big Brother hen in de gaten houdt. Als je geïnteresseerd bent in een upgrade naar LeadSmart Premium, neem dan contact op met je accountmanager. Feed dashboard. Als u boten vanuit een andere partij importeert, kunt u nu eenvoudig de recente status van uw laatste feed update controleren door naar de tab Imports te gaan in Bootwizard. In dit dashboard kunt u de laatste uitvoerdatum zien en alle items die in de feed aanwezig waren. Eventuele boten die niet correct zijn geïmporteerd, worden weergegeven met een foutmelding en u kunt hierop filteren. Hier ziet u een overzicht van de boten die zijn mislukt en de reden. Misschien ontbreekt de lengte, een merk, een jaar voor een van uw boten. Als u niet zeker weet wat de fout betekent, neem dan gewoon contact op met uw accountmanager om u te helpen.